allemaal en welkom bij een extra video op Blondie Beauty Fashion. En vandaag mijn 25 favoriete allerlievelings. Ik zag hem bij Yara Michels, superleuke video. En zij had hem geïnspireerd op de 25 van Linda TV. En ik ben gek op Linda TV, dus ik dacht, nou, dit is match made in heaven. Dit gaan we doen. Dus ik heb een aantal vragen. De meeste heb ik van Yara overgenomen. Dus ik ga vertellen wat mijn 25 lievelings zijn. Laten we maar gewoon beginnen. Een shirt in mijn broek stoppen. Dat doe ik sinds een paar jaar. Ineens stop ik mijn shirt in mijn broek. Geen idee waarom. Love it. Chocola of wokkels? Als ik moet kiezen, chocola. Milani Baked Blush in Luminoso. Stradivarius, natuurlijk. Italië. Oeh, dat is een lastige. Ik hou echt van eten. Bisou pepersaus met frietjes en sla. Vind ik heerlijk. Geitenkaassalade. Oh, ik hou van geitenkaas, maar ik mag geen kaas meer. Dus laten we die maar niet doen. Of pasta. Pasta. Bier, wijn en cola. En sparrood. Als ik echt moet kiezen. Wijn. Kat, natuurlijk. En in specifiek middens, uiteraard. Avond. Ik ben echt een nachtdier. Avond, nacht. Ja, roze. Victoria's Secret. Maar als het echt Nederlands moet zijn, dan ga ik gewoon voor de Hunkemuller. Ja. De knipoog. Alhoewel ik degene met een knipoog en een hartjeskusje ook heel leuk vind. Maar knipoog gebruik ik veruit het meest. Zo. Ik weet niet waarom. Het was me nooit opgevallen totdat ik ging vloggen. En toen dacht ik, hoe vaak moet ik zo zeggen? Het zijn wel meer woorden trouwens. Hoppa. Maar ja, we zeggen zo. Roze gerbera. Alhoewel ik roze ook heel mooi vind. Vroeger zou ik hebben gezegd mijn buik. Mijn buik was echt... Ja, dat vond ik... Ik vond mijn buik heel mooi. Maar na de zwangerschap heb ik een navelbreuk opgelopen en rectus diastase. Dus mijn buikspieren zijn hier bij elkaar gekomen. Dus sindsdien is het niet meer... Ja, alleen 's ochtends is hij nog een soort van de oude. Nee, dan denk ik schouders. En bij mannen vind ik trouwens ook schouders. Maar ik vind, bij mij vind ik dit deel mooi. Ik weet niet waarom. En bij mannen vind ik juist deze schouderbladen, zeg maar, altijd heel mooi. Als mannen mooie schouderbladen hebben. How weird, I don't know. Lancôme, La Vie est Belle. Oeh, dat is lastig. We hebben heel veel leuke dates gehad. Ik heb er eigenlijk... Nee, oké. Ik doe er nu één. Er komt er straks denk ik nog wel eentje voorbij. Onze tweede date. Toen gingen we naar de bioscoop. Naar Avatar. En daarvoor uit eten en zo. Heel gezellig. En we gingen op een fiets van de bioscoop terug naar huis. Het sneeuwde. Ik zat bij Sven achterop. Sven woonde toen in Zwolle. Dus we gingen nog even bij mij thuis wat drinken. En achter op de fiets toen deed ik het geluid van Avatar na. Nou, dat is niet een heel charmant geluid. En zij moest daar hard om lachen. En toen wist ik, oké, ook al doe ik idioot. Weet je, dit is gewoon mijn man. Ja, dus dat moment denk ik. Chantal Jansen. Dit blouseje van Stradivarius heb ik laatst gekocht. Daar ben ik heel blij mee. Ja, natuurlijk de Notebook. Sowieso. Dat is echt een van mijn lievelingsfilms. En natuurlijk dan de kus in de regen tussen... Ryan Gosling en Rachel McAdams. En volgens mij was het dezelfde als die Yara zei. Maar dat is gewoon. Dat is het ook gewoon. Ik heb natuurlijk twee banen. Mijn site en mijn gewone baan. Dus ik ga het even doen voor mijn site. En dan vind ik het moment dat je een muziekje precies op de juiste manier onder een video monteert. Daar word ik echt heel blij van. Ik heb er helaas ook niet altijd de tijd voor. Maar dat vind ik echt heel leuk. Nou, er zijn natuurlijk... 16.000 foto's van Niels die ik fantastisch vind. Maar goed, die ga ik niet laten zien, zoals jullie weten. Maar deze vind ik ook heel erg mooi. Dit is een foto van onze bruiloft. En Niels zat toen in de buik. Maar dit is dus in Italië. Love it. Poeh, ik hou van tijdschriften. Glamour. Ja. Utrecht. Ik woon er al heel lang. En... wat ik heel leuk vind en wat dus een andere soort date is die Sven en ik ook heel veel hebben gedaan is... je hebt bij ons verderop heb je sluisjes. En dan kan je heerlijk in het gras liggen.
eigenlijk aan, in de, tussen de stuisjes in het, bij het water. Ik vind het echt een heerlijk, heerlijk plekje. Dus dat is ook een favoriete date, dat we daar picknicken met een lekkere pastasalade of zo. Ja, gewoon wandelen langs de grachten. Of 's ochtends als het nog heel vroeg is en heel rustig. Of juist 's middags ergens, weet je, op een tijd dat er normaal niet zoveel mensen zijn. Dat je dan fietst langs de grachten of over de Springenweg of de Twijnstraat. Ja. Ja. Te veel om op te noemen. Mijn BFF ken ik van de middelbare school, dus dat is al vrij lang. Maar gewoon de avonden dat we gingen stappen, dat zijn er heel veel. De avonden dat we gingen stappen, dat het veel te leuk en veel te laat was. En ja, geweldig. Ja, dat vond ik gewoon heel leuk. Niels wordt wakker, dat is mijn cue. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. Heb je net iets weer meer, ben je weer over me te weten gekomen. Ik ben ook heel benieuwd, als jij hem doet, laat vooral even hieronder weten. Dan ga ik hem zeker kijken, superleuk. Nou, laat vooral even weten dat hij van Yara is. Dat is wel zo lief. En ja, ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog als je dat vond. En ik zou het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg!